Bewoners van het centrum van Emmeloord kunnen de komende weken aangeven of ze behoefte hebben aan een nieuwe ontmoetingsruimte. Staat in een brief van de gemeente die huis aan huis verspreid is. We praten erover met Ingrid Vriend van de gemeente Noordoostpolder. Ingrid, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom doen jullie dit via een enquête eigenlijk? We hebben niet alleen een enquête. Ik weet niet precies wat je bedoelt met de vraag, maar ik ga hem proberen te beantwoorden. We hebben de enquête huis aan huis laten bezorgen, die tevens ook digitaal ingediend kan worden. En waarom we dit doen? Omdat we graag een toekomstige ontmoetingsruimte, wat het kloppend hart van de wijk moet worden, willen realiseren. Nu zitten vrijwilligers in een wijkwoning. Die is in 2008 gerealiseerd. Dat is in de straat, op een hoek. En die wijkwoning die groeit uit zijn jasje. En hiervoor konden inwoners van het centrum gebruik maken van het voormalige passepartout. Maar dan moet ik heel veel jaren terug. En die werd verkocht. Dat was van een particulier. En zodoende ging het welzijnswerk ging daar weg. Maar ook de ontmoetingsruimte. En zolang tot nu zitten we in de wijkwoning. Zitten we inwoners die ontmoeten elkaar. En nu is het nu de golfslag opnieuw ontwikkeld gaat worden, is dat een mooie kans en het juiste moment om krachten te bundelen en te inventariseren of ook of er voldoende behoefte is aan een nieuwe kloppend hart, zeg maar, van wijk het centrum. Oké, want waar ze nu zitten, die ruimte is dus te klein. Maar waar zou het dan een plekje kunnen krijgen? In de voormalige ruimte die ooit ook bij de golfslag aanwezig was. Maar dat was toen vanuit de zorg, hè, werd daar koffie gedronken, gegeten, dacht ik. Dat weet ik niet meer precies. Maar dus dat was een voormalige ruimte van de golfslag, wat vroeger een zorginstelling was. Oh, okay. En die wordt nu verbouwd tot een wooncomplex. Juist. Dus daar komen diverse doelgroepen gaan daar straks een woning huren. En dat zijn mensen van diverse leeftijden. Die gaan daar wonen. Ja. Dus wij hebben met de ontwikkelaar hebben we deze mogelijkheden besproken. En die staat er helemaal voor open. Dus dat is heel fijn voor de wijk. En wat willen jullie nou precies van de inwoners weten? Want ik kan me zo voorstellen, je zegt zelf, het is een jasje gegroeid, dus het is sowieso nodig. Maar wat voor invloed hebben de inwoners? Ze denken mee. Deze brief is ook tot stand gekomen samen met partners, maar ook met een groep inwoners die al actief is in de wijkwoning, waar samen gegeten wordt, waar samen koffie gedronken wordt, waar het ontmoeten zeg maar centraal staat. En bewoners die elkaar kennen, prettig met elkaar omgaan en elkaar helpen, ervaren meer verbinding. En mensen die in hun buurt meer verbinding ervaren, zijn over het algemeen gelukkiger. Nou, dat is ook uit recent onderzoek gebleken. Dus we doen er alles aan om de mogelijkheden te creëren van het realiseren van een grotere ruimte, waardoor er meer mensen gebruik kunnen maken van zo'n mooie ontmoetingsruimte. Ja, het gaat jullie erom dat de buurt gewoon betrokken is ook bij de totstandkoming en dan vervolgens daar ook gebruik van gaat maken. Ja. En wanneer worden dan de besluiten genomen? Wanneer gaat de schop de grond in? En dan heb je het over de bouw van de golfslag. Nou, daar zijn ze natuurlijk al bij. Is de bouw er al mee bezig? Ja, maar van deze ontmoetingsruimte specifiek? En deze ontmoetingsruimte, dat zou, als alles gaat zoals het gaat, zou dat volgend jaar of begin 2022 kunnen openen. Oké, maar wat willen jullie nou concreet weten van de inwoners? Wat we willen weten is de behoefte. Waar ligt de behoefte? Ja, qua Activiteiten, ontmoeten. Okay. Noem maar op, ze kunnen dat zelf ook invullen op het formulier. Ik vind het belangrijk dat er bijvoorbeeld bepaalde activiteiten worden georganiseerd. Ik vind het belangrijk, ik ben wat slechter te been, dat er ook ruimte is voor mensen met een beperking. Ik vind het belangrijk. Nou, en zo staat er een regiment van activiteiten genoemd, wat de inwoner kan invullen op het formulier of daar wel of geen behoefte aan is. Dus het is puur inventarisatie van de samenleving verandert, hè? Dus de vraagstukken ook. Dus we willen graag weten, want het moet een plek worden voor de wijk. Mm-hmm. En voor de wijkbewoners. En zij moeten ook aangeven wat zij belangrijk vinden. Okay. Dus niet ik, niet de gemeente en niet de partijen waar we dit samen mee oppakken. Goed. En tot wanneer kunnen ze dat aangeven?
tot, nou, wat staat er in de brief? 20 september. Dan kan men kan via een link het digitaal indienen. En ik hoorde van mijn collega dat er al veel formulieren zijn ingevuld. Oh, wat is veel? Zowel digitaal als... Nou, daar kan ik geen antwoord op geven, dat weet ik niet. Maar wat ze zei is, er zijn al aardig wat formulieren binnengekomen. Oké. En ja, het is lastig om een aantal te noemen, omdat ik dat niet meer dan verwacht, in ieder geval. Ja, dus voor het creëren van een fijne leefomgeving gaat het dus eigenlijk voor ons niet alleen om de stenen, maar juist om het sociale cement ertussen. En mensen moeten zelf natuurlijk verbinding maken. Maar nu de golfslag verbouwd wordt en er ruimte komt voor ontmoeten, is dit het moment om de juiste omstandigheden te scheppen. Door de sociale en fysieke wereld eigenlijk op elkaar af te stemmen. Goed. Nou, dus dat we hopen dat hier wat uit voortkomt. Ingrid, dankjewel.